this way we don't have a chance to lose some points, only 2 points difference between Ajax and PSV, and for us also very difficult situation in the table. And I think, I hope it will be very interesting, very good and quite equal match. Tegen AZ kwam je niet in actie. Denk je dat je het duel met PSV wel gaat halen? Ja, zoals het er nu uitziet ga ik dat wel halen. Ik ga het veld op, ga weer meetrainen, gedeeltes. Ik zal van de partij zijn zondag. Vitesse kent deze week niet alleen een vol, maar ook een behoorlijk pittig programma. Nadat AZ afgelopen dinsdag op bezoek kwam, staat de ploeg van hoofdtrainer Leonid Slutsky zondag opnieuw voor een stevige uitdaging. Koploper PSV is de tegenstander in een nagenoeg uitverkochte Gelredome. De eerste helft was niet goed tegen AZ. Tweede helft, daar kunnen we vertrouwen uitputten naar PSV toe. Als we zo spelen, dan denk ik dat wij PSV kunnen verslaan. Het is gewoon een belangrijke wedstrijd, uitverkocht huis. Ja, we hebben er gewoon heel veel vertrouwen in dat wij PSV kunnen pakken. En we leven er naartoe, we hebben er zin in en we zijn er klaar voor. For us very important to keep the same level like we played in the second half, because if we keep the same level, we have a good chance against PSV. Of course, this is a very big club and a very important match for both teams, because PSV, we don't have a chance to lose some points, only 2 points difference between Ajax and PSV. And for us, also very difficult situation in the table. And I think, I hope it will be very interesting, very good and quite equal match. What are the qualities of PSV that you are keeping in mind? Top quality, because attacking group, all three players, and Lazana and Bergwijn and De Jong, top players. And I don't know who is better, to be honest, because everyone has individual skill. De Jong, air challenger, maybe one of the best striker in the world for air challenger ball. And Lazana and Bergwijn, unbelievable speed and dribble and use of free spaces. But of course, like each team, we have some weakness and question mark how we will use his weaknesses. Eerder dit seizoen nam Vitesse het ook al op tegen PSV, destijds in Eindhoven. Een vroege rode kaart zorgde voor de nodige problemen, maar de geel-zwarte hielden bewonderenswaardig lang stand. Wij hebben gewoon vertrouwen in onszelf. En we weten dat we van iedereen kunnen winnen. We weten ook dat we van iedereen kunnen verliezen. Dus je moet altijd 100% zijn. Maar PSV, die zijn ook te kloppen. En zij moeten hier naartoe komen om 3 punten te halen. En wij gaan hier strijden om ze hier te houden. En natuurlijk met een uitverkocht huis en met de steun van de supporters, ja, kan dat alleen maar goed gaan. Tegen AZ kwam je niet in actie. Denk je dat je het duel met PSV wel gaat halen? Ja, zoals het er nu uitziet ga ik dat wel halen. Ik ga het veld op, ga weer meetrainen, gedeeltes. Ik zal van de partij zijn zondag. Ze staan er wel onbekend om bijvoorbeeld in de laatste minuten vaak nog een doelpuntje mee te pikken. Wij staan er onbekend dat het bij ons nog wel eens een Achilleshiel kan zijn. Is dat iets waar je rekening mee houdt? Je weet niet hoe het van tevoren loopt. Maar misschien moeten we gewoon zorgen dat we op het einde van de wedstrijd met 2 doelpunten verschil voorstaan. Daar mogen ze er nog wel eentje in prikken. Droomparken, sponsor van Vitesse TV.